Hoi allemaal. Ik was laatst in de supermarkt en toen zag ik 5 verschillende soorten meloenen. Toen dacht ik, die neem ik mee, want het is leuk om een food review van te maken. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb hier de namen erbij geschreven, maar ik weet eigenlijk niet of jullie het goed kunnen zien. Dus ik zal ze ook nog eventjes straks noemen als ik ze open ga snijden. En ik begin met de oude vertrouwde watermeloen. Deze is echt super klein. Ik heb nog niet zo vaak zo'n kleine watermeloen gezien. Heel schattig. Maar hij is alsnog best wel zwaar. En ik ben benieuwd of die net zo lekker is als de grote watermeloenen die ik ken. Een watermeloen bestaat voor ongeveer 95% uit water. Dus dat is super gezond en lekker voor de zomer. Nou, ik vind dit een beetje spannend om open te snijden, want het gaat niet altijd goed bij mij. En hij is heel hard. Oh, het gaat best soepel. Hij is mooi rood van binnen. En vroeger haalde mijn moeder altijd de pitjes voor me eruit. Maar nu ga ik het, volgens mij zit er sowieso niet zoveel pitjes in. Maar nu ga ik het gewoon met pitjes eten, anders duurt het allemaal zo lang. Nou, de watermeloen. Lekker zoet. En het voordeel van die kleintjes is wel dat je het makkelijk kan eten. Dus dat je niet met zo'n mega ding zit. Dus dat is wel super handig. Lekker. En hij is, ja, hij is echt heel lekker. Nou, de watermeloen is super lekker. En de eerste die ik heb geproefd, dus die komt sowieso op nummer 1. Dus die verplaats ik hierheen. Misschien dat het straks nog verandert. Maar voor nu is het nummer 1. Nou, dan neem ik het kaartje natuurlijk mee. De watermeloen op nummer 1. Dan ga ik nu verder met de cantaloupe. Dat is deze. En hij heet cantaloupe omdat hij, het is vernoemd naar een plaatsje bij Rome. En deze meloenen werden, of worden, ja nee, werden, geteeld in de tuin van de paus. Dat is best leuk om te weten. Hij ziet er een beetje zacht uit. Ik weet niet of hij nog helemaal goed is, maar... Hij is mooi oranje van binnen. En hij heeft natuurlijk pitjes. Daar heb ik even niet aan gedacht. Ik ga ze op een of andere manier proberen uit te snijden. Heel lekker. Hij is heel zoet en sappig. En heel vol van smaak. Dus heel lekker. Ik zit nou te twijfelen of die de plek van de watermeloen gaat krijgen. Ja, hij krijgt de plek van de watermeloen. En dan doe ik die daarheen. Zo. En dan doe ik die daarheen. Zo. Nu klopt hij weer. Oké, de volgende. Ik vind deze er wel leuk uitzien. En deze heet... Ik moet even kijken. Peel de Sapo. En ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar het maakt ook niet zoveel uit. En de naam komt doordat de schil eigenlijk lijkt op een paddenhuid. Het is niet een hele smakelijke naam. Maar goed, dat is waarom die zo heet. En volgens mij ken ik deze meloen nog niet. Dus dat vind ik wel leuk om eens een nieuwe uit te proberen. Ik ga deze even zo snijden. Ik ben bang dat het anders fout gaat. Oh, kijk. Deze meloen is een beetje wit, lichtgroenig van binnen. Ik moet me een beetje denken aan een grote komkommer. Ook wel lekker. Hij is een beetje... Hij is heel fris van smaak, maar ook wel heel zoet. Ik vind hem een beetje groenteachtige meloen eigenlijk, maar wel heel lekker. Op de een of andere manier smaakt hij heel anders dan de cantaloupe, maar ook wel heel erg hetzelfde, want het is natuurlijk wel een beetje meloenig. Moeilijk. Ik laat hem even op de derde plaats staan, omdat ik nog even moet wennen aan de smaak, maar ik vind hem wel echt heel lekker. Het is weer zo anders. De volgende, dat is de gele honingmeloen. En hij wordt ook wel suikermeloen genoemd, dus ik denk dat hij heel zoet is. En hij komt uit Spanje, Panama of Brazilië geloof ik, of uit alle landen. En waarschijnlijk is hij heel zoet, want hij heet niet voor niks suikermeloen, honingmeloen. Hij is ook een beetje lichtgroenig van binnen. En hij heeft ook weer heel veel pitten.
Ook heel zoet. Echt heel zoet. Maar ik vind hem verder eigenlijk niet zo heel veel smaak hebben. Wel lekker, maar vooral gewoon zoet. Dus hij smaakt vooral naar suiker en water. Dus ik vind hem niet zo heel bijzonder. Dus die vind ik tot nu toe het minst. Dus die zet ik hier neer. Ik kan beter deze gebruiken. Die zet ik hier neer. En dan zijn we alweer bij de laatste. En dat is de Gallia meloen. Nou, die is ook wel heel bekend. Die at ik volgens mij vroeger altijd toen ik klein was. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment er een beetje klaar mee was. Omdat ik hem heel vaak at. En toen vond ik hem eigenlijk niet zo lekker meer. Dus ik ben benieuwd hoe ik er nu over denk. Hij is ook groen van binnen. En hij heeft ook weer die gezellige pitten. Hij smaakt een beetje naar aarde. Ik weet niet hoe dat komt. Of het is vooral de schil of zo. Ja, hij is wel lekker. Hij is wel lekker. Maar ik vind hem niet zo heel bijzonder. Maar ik denk dat hij dan... Hij heeft net iets meer smaak dan deze. Deze is vooral zoet. Die zet ik hem hier neer. En deze hier. Dus dan moet ik die ook gaan wisselen. Nou, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Hier was het een beetje lastig. Want eigenlijk vind ik deze alle drie wel heel lekker. Die twee vooral. Maar ik denk dat ik hem zo wel heb. Oh, en dan heb ik nog wat. En dat is... Vond ik wel leuk. Dat heb ik gevonden bij de notenwinkel. Gedroogde meloen. Dus het zijn eigenlijk ja, een soort van snoepje geworden. Ik heb nog nooit gegeten, maar... Nou, super zoet en natuurlijk niet zo sappig als die verse meloen hier. Maar het smaakt wel echt naar meloen. En dan vooral naar die, denk ik. Heel erg lekker. Ik vind het wel heel bijzonder, dus ik ga deze gewoon hier tussenin zetten. Nou, en natuurlijk hebben we voor de winnaar een prijsje. En de winnaar is de Cantaloupe. Nou, ik vond het eigenlijk wel heel leuk om te doen. En ik ben natuurlijk benieuwd of jullie deze meloenen allemaal kennen. En welke jullie het lekkerst vinden. Dus ga het proeven en laat het ons even weten. Wil je meer van dit soort filmpjes zien? Heb je het leuk? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. En laat eventueel een leuke reactie achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.